Ja, dan kan ik nog iets vertellen over Savoy Truffle. Er zitten, wat daar heel bepalend is, dat zijn die sax sectie. En bij de Beatles mogen dingen nooit klinken zoals ze zijn. Ook die sax niet. Dat wilde George Harrison, die heeft het nummer geschreven. En ja, die moesten gewoon elke keer weer smeriger gemaakt worden. Als je het origineel hoort, dan hoor je dat ook meteen eigenlijk wel. Het klinkt dus ontzettend sompig allemaal. Ja, als je de sax droog laat horen en je hebt er helemaal niets mee gedaan, dan klinken ze heel netjes. Hè, zo. Maar goed, zo wilde George Harrison het dus niet. Wat de Beatles heel erg veel gebruikten was ADT. En dat is Artificial Double Tracking. Wat ze dan doen, want ze zetten het heel vaak op stemmen. Bijvoorbeeld bij Lennon hebben ze het heel vaak toegepast. En er wordt een stem, die staat op tape. En die wordt gekopieerd naar een andere tape. En die twee tapes, die gaan ze dan in varispeed laten draaien. Die schuiven langs elkaar heen. En daar krijg je een heel maf effect door. En dat staat bijvoorbeeld ook op die sax hier in Savoy Truffle. Dit is zonde. Dan zet ik de ADT erop. We'll be right back.